Ja, voorzitter, het is niet zozeer dat mevrouw Jezierkus of dit kabinet breekt met de lijn Bontebal of de lijn Jette. U breekt met de lijn Rutte. Want premier Rutte heeft ook bij zijn laatste debat hier in de Kamer, toen hij nog naar een Europese raad ging, eigenlijk hele wijze woorden gesproken. Hij zei, in mijn eerste paar jaar ging ik naar Brussel en dacht ik, als ik ikke op één zet, dan ben ik lekker effectief in Brussel bezig voor de Nederlandse belangen. Maar hij heeft gedurende de jaren geleerd dat dat totaal niet waar is. Dat je juist Nederlandse belangen kan dienen als je bereid bent om in Brussel samen te werken. Te kijken hoe maken we het geheel sterker. Hoe kunnen we als Europa onze autonomie versterken ten opzichte van Rusland, China, de VS. Hoe kunnen we Europese oplossingen bedenken om in Nederland het migratieprobleem of het klimaatprobleem te tackelen. En nu accepteert mevrouw Jezielges dat de minister van Asiel en Migratie kansloze briefjes stuurt naar Brussel. De leider van de PVV hier vandaag 5 keer pleit voor een mini-Nexit. En dan zegt mevrouw Jezielges, die Europa-koers van het nieuwe kabinet, die bevalt mij wel. Waarom breekt u met die lijn Rutte? Waarom zet de VVD niet Nederland op één bij onze inzet in Europa? Voorzitter, de heer Jette is nu wel zeer, zeer selectief. Hij kan beter dan dat. Voorzitter, als je kijkt naar dit kabinet en als je ziet waar de minister van Financiën voor staat, waar de premier voor staat, defensie, klimaat, groene groei. Het zijn allemaal dossiers, asiel, migratiepact. En ik vind het mooi dat ik hier de maat word genomen door partijen die helemaal niet voor de Europese afspraken waren. Maar goed, al die hebben daarvoor gestemd voor de al die elementen. Voorzitter, al die elementen staan 4 overeind. En op sommige dossiers zeggen we erbij en we gaan nu eens kijken of daar een andere koers op ook haalbaar is. We hebben de beste mensen in Brussel zitten. We hebben een sterke eurocommissaris zitten. We hebben bewindspersonen die er naartoe gaan. En op die manier zullen we het ook met elkaar moeten opbouwen, voorzitter. En laat ik het herhalen, Nexit, mini-Nexit, wat hoe je hem ook noemt, daar gaan wij nooit aan meedoen. Daar gaat het verhaal ook niet over. Als je het hebt over een opt-out, dan gaat het over op één specifiek onderdeel van een beleidsterrein zeggen, dat werkt niet meer voor mij. Nou, met een verdragswijziging is dat nodig. Iedereen weet dat dat nooit morgen geregeld is. En daarom hou ik het kabinet ook vooral verantwoordelijk voor alles wat je nu kunt doen. En wat je nu in onze wetgeving kunt veranderen. Zodat wij dit gesprek over 2-3 jaar niet meer op deze wijze hebben. Dat is mij veel waard, omdat ik vind dat dit land dat verdient. En daar gaat het om. Welke belangen kom je op? En ik kom op voor de Nederlandse belangen in een Europese context waar ik ongelooflijk stevig in geloof. Ja, voorzitter, het is in ieder geval fijn dat we hebben opgehelderd dat ook mevrouw Jezielges tegen die mini-Nexit is. Dus dat de heer Wilders dat niet 5 keer kan roepen en dat het dan ook gaat gebeuren, dat is fijn. Maar laat ik hem dan even anders proberen. Want het kabinet wil minder bijdragen aan de Europese begroting. Wil aparte regels op landbouw en visserij. Wil aparte regels op migratie. We komen wel heel veel halen daar in Brussel. Wat moet het kabinet dan gaan brengen volgens mevrouw Jezielges? Welke ambitieuze agenda moet het kabinet hebben om bij te dragen aan die Europese autonomie? Welke agenda moet het kabinet hebben om die voorstellen voor een sterke Europese kenniseconomie mogelijk te maken? Met welke positieve opdracht stuurt u deze ploeg naar Brussel? En voorzitter, 1 punt van orde. Want ik begin me een beetje te irriteren aan uw gedram. Okay. U heeft vanochtend bij de eerste 2 sprekers eindeloze interrupties en eindeloze antwoorden toegestaan. Ja. En nu bent u echt bij elke 2e zin begint u al te piepen door de microfoon. Ik vind het niet heel prettig. Goed, als ik u irriteer, dan spijt me dat. Daar zeg ik sorry over. Maar ik wil wel de turbo erop gooien. Want we hebben nog 12 sprekers te gaan. En het wordt echt ver na middernacht op deze manier. Dus ik heb meerdere malen een beroep gedaan op de geachte afgevaardigde het kort en bondig te doen. Dat lukt me moeilijk. Ik zit er ernstig over te denken om morgen voor te stellen dat we het aantal interrupties gaan beperken op de een of meer. Want dan gaan we hetzelfde probleem krijgen. Dus je hebt een beetje medelijden met deze voorzitter. Ik probeer te sturen op de tijd. Ik vraag aan iedereen om kort en puntig te zijn. Want we koersen aan op een ramp. Nogmaals, als ik u irriteer, spijt me dat. Was u klaar met die interruptie of wilt u het nog een keer overdoen? Ik heb nu door uw filmpje heen gepraat, hè? Nou, oké. Oh. Mevrouw Jezielges. Ah, maar ik kan je gewoon knippen, toch? Ja. Ja. We kunnen allebei u er gewoon uitknippen, voorzitter. Voorzitter, de positieve agenda zit hem precies op die onderdelen waar ik het zojuist over had. Die positieve agenda zit heel sterk bijvoorbeeld op klimaat, zit juist op de interne markt, zit juist op veiligheid. Dat de steun aan Oekraïne onverminderd doorgaat. Wie had dat verwacht voordat we aan die onderhandelingstafel zaten? Dit zijn hele stevige zaken. Ik ben er ook van overtuigd dat de heer Jette en ik ook samen, maar ook los van elkaar, ook het kabinet daar extra nog op zullen versterken. Ook nieuwe agendapunten zullen toevoegen en zo hoort dat ook. Uiteindelijk gaat het over een sterke interne markt waar we ons ook voor zullen inzetten. En dit kabinet is ook niet naïef.
in al die punten die de heer Jette terecht aanhaalt en zegt, nou, dat is wel lastig haalbaar. Hij zei het net wat anders, maar daar komt het ook op neer. Hebben we ook gezegd, en als het niet haalbaar is, dan hebben we ook een plan B. Maar dat heb je ook nodig. Anders ga je naïef op pad en dan zeg je, nou, ik heb het geprobeerd en alles loopt vast. Dat kan niet. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook dat je weet, oké, ik ga dit proberen, ga ik alles aan doen. Als dat niet werkt, dan val ik terug op een ander plan. En dan zullen we ook samen het kabinet aan moeten houden. Ja, voorzitter, het is natuurlijk goed om straks bij bijvoorbeeld te kijken het afmaken van de bankenunie of de energieunie. Allerlei onderwerpen waar als Europa beter gaat samenwerken, Nederlandse belangen worden gediend. Dat we daar ook het kabinet op uitdagen. Maar ik hoop ook dat mevrouw Jezielkus met ons hier in de Kamer het kabinet wil aanspreken als ze met flauwe symbolische briefjes die heel bewust op de dag van de politieke beschouwingen even op Twitter worden gezet, dat dat uiteindelijk niet de Nederlandse belangen dient. Want als we daar dan niet het kabinet op aanspreken, ja, dan nemen we die lessen van Rutte niet in ons achterhoofd mee. Namelijk, je moet ook wat komen brengen in Brussel, wil je wat voor Nederland doen. Voorzitter, en dat gaf ik de heer Jette net al mee. Ik ben het met hem eens. Ik had liever gehad dat het kabinet dat ietsje